Ik ben Frank en ik ben 12 jaar en ik zit op wielrennen. En dit zijn mijn ploeggenoten. En dit is mijn ploegleider. We gaan lekker trainen vandaag, jullie ook, hè? We gaan een beetje tempo maken vandaag. Lekker kilometers, come on! Ja, kom op jongens! Ja, 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 ja! Jij met je doorfietsen, die bochten! Kom op nou man! Hier, come on die bochten! Kom op die bocht, durf hem nou eens te nemen! Bochten moet je sneller nemen. Kom aan. Oh. Kom op die fiets. En die bochten. Zit je? Zitten. Rup. Er is niks met die fiets aan de hand. Het zijn gewoon je bochten. Die fiets is prima. Je loopt achter. Ja. Hé, hey, wat is dit? Hallo. Bochten van Frank gaat niet goed, maar ik weet er wel de juiste persoon voor. Hey, wat kom jij doen? Ja, ik heb Frank hier en ja, het is een probleem in de ploeg, want die bochten lukken niet. Hij snijdt ze niet goed aan, verliest veel te veel tijd. Nou, dat is niet zo mooi. Dus ik wou vragen eigenlijk of jij me een beetje kan helpen, want dit wordt niks zo. Ik kan dat wel even doen. Ik ben toch klaar met trainen en ik moest nog een beetje op de weg rijden. Dus we kunnen samen wel even een stukje gaan fietsen en dan kan je dat een beetje goed laten inzien hoe je een bocht moet nemen. Nou Frank, we gaan even een stukje fietsen en dan kan ik even bekijken hoe jij dat allemaal doet. Dan ga jij een paar bochtjes nemen, dan ga ik erachter en dan zal ik jou eens leren hoe het echt moet. Okay. Ja? Zijn we weg? Ja. Yeah. Heb je al veel wedstrijden gewonnen? Nee, nog geen één. Nog geen één? Nee, ja. En dan wel op het podium gestaan al? Nee, ook nog niet. Ook nog niet. En dat komt omdat je altijd je wordt al gelost omdat je moeite hebt met de bochten? Ja. Nou Frank, jij komt dadelijk vandaag gereden en dan ga je helemaal naar de buitenkant. En dan duik je zo die bocht in. En daarna doe ik het een keertje en dan doen we het samen. Ja? Lekker. Wat kom jij nou weer doen? Nou, even... Ik zat even uit te leggen. Oh, sorry. Nou ja, ik dacht dat jullie wat willen drinken. Moet jij wat drinken? Nee. Nee, hè? Nee, joh, we hebben nog niet zoveel gefietst. We hebben nog geen honger. Oké. Van buiten naar binnen, hè? Ja, dat kan veel harder. Zal ik het nou een keer voordoen? Het ging wat harder dan jij, hè? Ja. Als je een bocht naar rechts gaat, dan doe je je rechterbeen omhoog. Altijd zo sturen in een bocht, dat is het makkelijkste. Nou, ik kan niet bij de remmen. Nee, maar je hoeft niet te remmen, hè? Je remt voor de bocht. En dan, hoe heet het? Natuurlijk, je moet dat een beetje aanvoelen. Maar in de bocht zelf moet je nooit remmen. Dat is gevaarlijk. Maar ik heb gezien met die bochtjes, dat we dat doen. Ga helemaal goed komen. Ja? Flink oefenen, cycle en dan gaat hij zijn wedstrijden wel winnen, denk ik. Hey, je schoot nu al wel aardiger door de bocht, toch? Of niet, Michael? Ja, gaat een stuk beter. Hij moet nog een klein beetje harder. Maar ik denk ook door het heel veel te doen en door het eigenlijk te durven, dan dat is het beste. Op een gegeven moment krijg je heel veel zelfvertrouwen en dan rij je ze allemaal los in de bocht, denk ik. En ben jij nooit bang om hard door die bocht te gaan? Nee. Mauri en Bogert, nou moet je durven, hè? Nou moet je gewoon durven. Niet op het wit. Laatste bocht. En nu? Hij durft, hè? 800 meter nog. Komen ze heel rap af. Zabel komt door het midden. Michael Bogert wint de etappe. Michael Bogert wint de etappe. Dus we moeten nog iets meer durf. Kom op, jongen. Stop maar. Ziet er super uit. Je moet gewoon blijven oefenen. Heel veel trainen erop. En gewoon durven. Dan gaat het helemaal goed komen. Heb jij trouwens eigenlijk je ploegleider gezien? Nee. Die zijn we kwijt volgens mij. Waar die nou gebleven is. Wat zijn die gasten nou?
Ja, weet je wat wij doen? We rijden lekker naar huis en we gaan een chocotje drinken. Heeft u Frank of Michael gezien? Kom, we zijn weg. Die komt wel thuis.